Goedemorgen. Welkom bij dit webinar over Office 365 SharePoint Online Modern Teamsite. Mijn naam is Danny Beurlage. Mijn naam is Paul Keizers. Welkom. Absoluut. En het komende uur zullen we iedereen meenemen in een nieuwe functie van Office 365 SharePoint Online Modern Teamsite. En alle wijzigingen die daarin zitten bespreken. En de impact met name op je organisatie doornemen. Voor we dat doen, vinden we het belangrijk om kort aan te geven in ieder geval wat er allemaal in zit. Dus daar zullen we ook iedereen mee doorheen nemen. We hebben een presentatie voorbereid, dus die zal ik eventjes delen. Goed, Modern Teamsite met SharePoint Online. Wat ik al zei, we willen kort met elkaar gaan bespreken. Wat is het? Wat zijn SharePoint Online Modern Teamsite? Hoe werken ze? Wat voor soorten functies zitten erin? Wat is de impact op je gebruikersorganisatie? En wat is de impact voor beheerders? Met name die laatste twee denken we dat enorm zijn. De impact op je gebruikersorganisatie en de impact op je beheerdersorganisatie. Dus daar willen we in ieder geval bij stilstaan. Om daar met elkaar wat dieper op in te gaan over ja, wat het nou precies is en hoe we daar... hoe we daar rekening mee kunnen houden. Mocht je tijdens het webinar vragen hebben, doe ons een plezier en stel ze alsjeblieft in het Q&A-venster. Als je je vraag typt in het Q&A-venster, zien we hem verschijnen, kunnen we hem of gedurende het webinar, tijdens de presentatie of daarna behandelen. We proberen zoveel mogelijk de onderwerpen of de vragen die gesteld worden te behandelen tijdens de onderwerpen waar we op dat moment mee bezig zijn. Komen we niet toe aan een bepaalde vraag? Geen probleem, dan zorgen we dat daar achteraf per e-mail bijvoorbeeld antwoord op gegeven wordt. Of je kan ons natuurlijk ook altijd per e-mail nog een vraag stellen. Om te beginnen. De teamsites zijn er eigenlijk al zo lang als SharePoint er is. Teamsites is eigenlijk voor een belangrijk deel hetgene waar SharePoint op gebouwd is. Hè? Publishing sites, teamsites, waarbij teamsites dan echt de hub zijn waar mensen op samenwerken. Waar je documenten met elkaar deelt, waar je... met elkaar ja, aan allerlei soorten informatie werkt, waar je informatie publiceert. Het is een standaard hub waar mensen samenwerken aan allerlei soorten inhoud. Diezelfde notie of datzelfde principe is nu eigenlijk meegenomen naar Modern Teamsite. Er is alleen één grote wijziging gekomen en dat is dat met de komst van SharePoint Online, Office 365 en met name met Office 365 Groups, Microsoft Modern Teamsites een speciaal plekje heeft gegeven. Met andere woorden, een Modern Teamsite is een teamsite gekoppeld aan een Office 365 Group. Vanaf daar kan je allerlei soorten informatie verzamelen. Informatie in lijsten, zoals je gewend bent in een normale teamsite. Informatie in pagina's, wikipagina's of normale pagina's. Ook zoals je gewend bent met de huidige sites. Documentenbibliotheken, nieuwsoverzichten, homepages, dat soort zaken. Alleen... aan die SharePoint-site gekoppeld, of die SharePoint-site, eigenlijk moet ik het andersom zeggen, is gekoppeld aan een Office 365 group, waarbinnen allerlei soorten informatie verzameld wordt. Zo'n group is een beetje een apart principe binnen Office 365, hè? Ja, absoluut, absoluut. En ik wil even nog een toevoeging maken. OneDrive is ook een onderdeel van SharePoint, dus hier even niet benoemd. Maar eigenlijk de groups en de bestaande SharePoint-zaken plus OneDrive, ja, dat is eigenlijk je SharePoint-hub. Groups is echt een nieuwe functionaliteit eigenlijk, waaruit eigenlijk die modern teamsites naar voren is gekomen. Voorheen hadden we de Classic View, zoals we dat nu noemen. Voor veel mensen is dat nog de huidige view. In Groups zag je al dat daar een verschil was en Microsoft heeft heel erg gekeken naar van, ja, wat wordt er nou gebruikt, hoe wordt het gebruikt. En hieruit is ook eigenlijk die modern view naar voren gekomen. Dus even heel iets anders. Later gaan we ook nog even in op de gebruikers. Dus daar heeft het zeker impact op. Helder. Kijk, wat zo'n group in feite is, een Office 365 group is in feite een container in je Azure Active Directory. En aan die container in je Azure Active Directory worden al die functies gekoppeld. Wordt een e-mail distributielijst gekoppeld, wordt een gemeenschappelijke agenda gekoppeld,
wordt een SharePoint Teamsite gekoppeld, maar bijvoorbeeld ook een planner site. Als je daarvoor als je die functionaliteit aan hebt staan in je omgeving. Een Power BI site wordt eraan gekoppeld. Een Jammer site binnenkort. Hè. Functionaliteit is nog niet helemaal gelanceerd, maar wordt er ook een aparte Jammer groep aan zo'n Office 365 groep gekoppeld. En dus ook zo'n modern SharePoint Teamsite met al die functies die daar in feite aan vasthangen. Beheerders hebben de mogelijkheid om los van de sites die mensen zelf aanmaken, die eindgebruikers zelf aanmaken, dat laten we zo meteen zien, ook nog allerlei soorten andere sites aan te kunnen maken. Dat gaat echt niet via de end-user UI, om het zo maar te zeggen, maar via de SharePoint Online Tenant Admin. Met andere woorden, de achterkant waar SharePoint-beheerders, functioneel beheerders, Office 365-beheerders nu al nieuwe sites of site-collecties aanmaken. En vanaf daar kan je een modern teamsite aanmaken, zonder koppeling met een group. Of alle andere teamsites die je nu ook al gewend bent, die zijn er nu gewoon nog allemaal beschikbaar. En kan je eventueel een andere template selecteren. Hè? Klopt, inderdaad. En wat ook wel handig is, is op het moment dat je nu de modern UI aan hebt staan, en je hebt functionaliteit die eigenlijk niet kunnen in de modern UI nog, want we zijn nog steeds in ontwikkeling, dan zorgt SharePoint zelf voor dat hij naar de Classic View gaat. Okay. Dus dat is heel handig om te weten. Daarnaast kun je natuurlijk ook instellen of dat je de groups een site aangemaakt wil hebben of alleen een Classic site. Maar dat zijn allemaal admin settings die we misschien straks even kunnen laten zien. Daarnaast vind ik het belangrijk om te melden dat op het moment dat je een groep aanmaakt, zul je die niet terugzien in je Site Collection Admin Center. Ja. Dit is echt een apart stuk. Misschien dat we dat straks nog even kunnen laten zien in het Admin Center. Ja, is goed. Gaan we zo meteen nog wat dieper op in. Wat ik wilde doen, of wat we eigenlijk wilden doen, is jullie even kort meenemen langs de modern teamsite en een overview geven van hoe werkt zo'n ding nou? Wat voor functies zitten erin? Wat voor mogelijkheden biedt zo'n modern teamsite? Om je te introduceren met alle opties die erin zitten. Modern teamsites zijn inmiddels beschikbaar binnen de meeste Office 365 tenants. Iedereen in ieder geval die in first release zit, heeft inmiddels toegang tot de modern teamsites. Goed, om de demonstratie te geven over de verschillende functies in een modern teamsite, starten we een Office 365 omgeving op. En ik heb nu gewoon een algemene demonstratieomgeving opgestart met allerlei soorten informatie erin, zodat we daar niet zelf allerlei demo's voor hoefden te bouwen. Vanaf hier kunnen we naar de optie SharePoint gaan, om vanaf daar de nieuwe SharePoint Hub te bekijken, vanaf waar je dus kan gaan browsen naar verschillende soorten sub-teamsites, of verschillende soorten teamsites die daarin zitten. Eén van die teamsites die erin zit, in dit geval, is online marketing. En die gebruik ik ook om nu te demonstreren. Om een aantal opties in te laten zien. Zodra ik die open, wordt eigenlijk de startpagina van zo'n teamsite geopend. En zie je gelijk al de modern UI of de moderne weergave waar zo'n modern teamsite uit gebouwd Alle bestaande functies zoals je die kent, of de bestaande functies zoals je die kent, zoals lijsten, bibliotheken, et cetera, zitten gewoon nog in die modern teamsite. Het ziet er alleen net iets anders uit, het heeft wat meer functies gekregen, de startpagina is veranderd, et cetera. Dus daar wilde ik eventjes op in duiken. Laten we maar gelijk beginnen met de document library. Ja, laten we een document library bekijken. Als je naar de document library gaat, dan zal dat heel erg overeenkomen met OneDrive, zoals je OneDrive ziet. Echter, je hebt nog steeds heel veel settings die je aan kunt passen. Je kunt je documenteneigenschappen veel makkelijker zien als voorheen. Als je bijvoorbeeld even naar een file gaat in deze, of in ieder geval selecteert. Branding Elements. Zie je meteen contextueel dat het menu bovenaan verandert. En aan de rechterkant zie je het i'tje. Als we op het i'tje klikken, aan de rechterkant, dan zien we direct eigenlijk de properties en meteen een preview van het scherm. Dus hier zie je ook meteen wie er als laatste mee gewerkt heeft, wat de metadata is van het bestand.
Je krijgt dus de preview. Dus er zitten meteen een hele hoop dingen bij waarvan ik zeg van, hey, dat is makkelijk. Als je nu bijvoorbeeld ook over zo'n naam gaat, dat is even de vraag of dat hier in het geval is. Want normaal gezien krijg je dan ook meteen de contactcard te zien van iemand. Dus dan kun je ook meteen zien wie dat heeft gedaan, waar dat zit in de organisatie en hoe je hem kan bereiken. Nou, dat zijn even een paar dingen waarvan ik zeg van, hey, dat is nou echt super makkelijk. Dat miste je echt in de oude Classic View. Ouderen zullen daar echt een probleem mee hebben. Oudere gebruikers van SharePoint. Want het is toch weer een hele nieuwe interactie. Ja. Ja, in totaal. Hè? Want als je nu wat verder gaat kijken naar die document library. We zoomden net eigenlijk in op een individueel document. Als we nu wat verder kijken, dan zie je dat je vanaf hier eigenlijk allerlei soorten wijzigingen ook direct kan doorvoeren in zo'n omgeving. Hè? Om een idee te geven, stel je nou eens voor dat je wil een kolom aanmaken of zo. Dan zie je hier dat er een plus toegevoegd is. En iedereen die in zo'n groep of lid is geworden van zo'n Office 365 groep, iedereen die de beheerder heeft toegevoegd, die kan dit. Dus individuele gebruikers hebben de mogelijkheid om te zeggen van, nou goed, we willen bijvoorbeeld een kolom toevoegen. Een person kolom bijvoorbeeld met de naam owner. Eigenaar. Dan zie je nu dus dat er eigenlijk met drie klikken zo'n beetje een nieuwe kolom is toegevoegd vanaf waar je dan ook allerlei soorten data erin kan zetten. Als ik nu op quick edit druk, dus de mogelijkheid om in één keer al die bestanden of al die metadata bij die bestanden, al die velden in feite, te veranderen, zou je zien dat ik nu ook heel snel en heel simpel hier dat desbetreffende document of die document eigenschappen aan kan toevoegen. Hij blijft maar zeuren dat ik mijn office moet installeren. Ja, inderdaad. Ik gebruik natuurlijk een demonstratieomgeving, dus hij ziet niet dat ik met een andere kant ben ingelogd. Dus ik doe het even opnieuw. Working on it. Nou, goed, ik heb hier mijn ownerveld bijvoorbeeld. En als ik nu een bepaalde gebruiker toevoeg, bijvoorbeeld Alex Wilbur of Lien of wat voor soorten gebruikers dan ook. Dan zou je zien dat je per direct eigenlijk al die informatie hieraan kan toevoegen en kan wijzigen. Klopt, inderdaad. Het is ook heel makkelijk om weer views te maken vanuit deze omgeving. Als je bijvoorbeeld naar de rechterkant gaat, dan zie je dat standaard in dit geval de All Documents view is geselecteerd. Stel je wil nu een nieuwe view maken, dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik sorteer op owner. En als ik daar zeg van, nou, groep bij owner, ja. Inderdaad. Dan krijg je dus inderdaad meteen een groep bij. En wat wel grappig is en mooi is, als je even de twee uitklopt, sorry. Ja. Dan kun je een document oppakken. En die kun je direct naar Alex Wilbur slepen. Ja. En wat er gebeurt op de achtergrond is, hij wordt meteen toegevoegd aan de grouping van Alex Wilbur. En de metadata is direct aangepast. Ja, dat kon voorheen niet. Dus dat zijn wel echt dingen die verbeterd zijn. Je kunt ook dieper filteren. Dus je kunt, nu hebben we één groep bij gedaan, maar je kunt multi-level doen. Dus je kunt meerdere groep bij's doen. Dit zijn natuurlijk dingen die in alle andere versies van SharePoint tot op heden ontbraken. En een enorm gebruikersgemak voor eindgebruikers toevoegen. Hè? Ja, klopt inderdaad. Dat scheelt ontzettend veel. Wat overigens ook nog erg mooi is, als je nu naar de All Documents vlagje gaat aan de rechterkant. Maar en nog één ding, mag ik als ik er heel kort van over mag zeggen. Je ziet nu All Documents, zie je wat dikker gedrukt en je ziet een sterretje erachter verschijnen. Ja. Dat sterretje wat je erachter ziet verschijnen en dat die wat dikker gedrukt is, betekent dat deze view niet is opgeslagen. Klopt. Dus het is een soort loosely coupled view, om het zo maar te zeggen, of hoe je het ook wil noemen, hè. Dat betekent dus dat een eindgebruiker niet bang hoeft te zijn dat de all documents weergave of een algemene weergave nu gewijzigd wordt. Dat kan hij overigens wel doen, hè? Precies, dat wou ik net vertellen. Sorry, op het moment dat je dus denkt van, hey, dit is eigenlijk wel een handige view, dan klik je daar dus open en dan zie je dus de optie Save View. En als je daarop klikt, kun je je eigen view een naam geven en wordt die direct
opgeslagen. Je ziet ook direct het vinkje of je hem public wil maken of private. Nou, op dit moment heeft Danny hem opgeslagen. Je ziet ook meteen aan de rechterkant dat sort by owner erbij staat. Dit is deze view die we nu even snel hebben opgeslagen. Maar ja, als je weer teruggaat naar de old documents, is die gewoon weer normaal. Ja. Ja, dus wat je hier eigenlijk hebt, is we hebben heel snel een view aangemaakt voor een eindgebruiker die ook gelijk gedeeld is met alle andere mensen binnen zo'n organisatie. Ja, dit was echt voorheen echt, daar was je gewoon wel een kwartiertje mee bezig om dat echt goed neer te zetten. Want je moest alle velden aanvinken, je moest de group by definiëren. Dat was echt een stuk meer werk. Ja, en wat we nu net deden, hè? Bijvoorbeeld ik maakte hem eventjes heel snel een kolom aan, we maken allerlei soorten views aan. We zijn dus heel erg interactief bezig met zo'n document library. Ja. Ik vaak tegenaan loop zijn organisaties of relaties die zeggen van ja, we hebben een soort centraal document management beleid. Ja. En rondom dat document management beleid, centraal bepaalde document management beleid, willen we bijvoorbeeld met een content hub, content type hub werken en die willen we distribueren over alle sites heen en over alle omgevingen heen. Kan dat nog steeds? Ja, dat kan nog steeds. Nu is het zo dat sowieso kan dit nog steeds. Ik raad aan om daar PMP provisioning voor te gebruiken om het geheel te provisionen. Maar wat ook mogelijk is, is bijvoorbeeld op het moment dat jij gewoon in deze documents library zit en je gaat via het tandwieletje. Ja, hier bovenin het tandwieletje. Naar de library settings. Ja. Dan zul je zien dat je eigenlijk de oude vertrouwde view hebt van de document libraries. Het is eigenlijk de volledige oude weergave zoals je van een document library gewend bent. Hier kun je ook alles weer instellen. Ja. Ik heb gehoord, maar dat is echt van horen zeggen, dat aankomende kwartaal dat ze bezig gaan met de content hub. Ja, ja, helder. Oh, Ronald Smit zegt dat het geluid af en toe wegvalt. Ik zal even vragen van mijn collega. En er is ook een vraag binnengekomen binnen Q&A. Kan je ook een Teamsite aanmaken zonder group? Dat kan inderdaad. Het is mogelijk om als eindgebruikers zelf Teamsites aanmaken, dan doen ze dat via de standaard SharePoint weergave. Zodra een beheerder dat doet, heeft hij de mogelijkheid om een Teamsite aan te maken zonder een groep. En op die manier als het ware die weergave daarin te kiezen. Zullen we zo meteen wel even naar de backend gaan om dat ook daadwerkelijk te laten zien. Ja. Nog even terug naar document libraries en de mogelijkheden daarin. Kijk, wat ik denk eerlijk gezegd is, ik vind deze weergave, dat spreekt wel, hè, de mogelijkheden die spreken veel meer aan natuurlijk naar eindgebruikers toe. Hoe zorg je er nou voor dat eigenlijk iedereen binnen je organisatie dit soort functionaliteiten kent? Ja, daar heb je echt wel een adoptieplan voor nodig eigenlijk. Kijk, als je nieuw begint met deze functionaliteit, dan heb je een adoptieplan nodig. Maar ook als je al met SharePoint werkt. Want de views, de gehele layout is totaal anders dan dat die voorheen was. En dit is ook wel vaak een hekelpunt natuurlijk. Van ja, nu komt er toch weer iets nieuws. Maar gezien het feit dat het veel sneller gaat werken en ook de groupings, alles een stuk sneller werkt, is het wel echt aan te raden om hiernaar te gaan kijken. Ja, nou, ik zou dat zeggen. Goed, we gaan zo meteen nog eventjes naar de teamsite zelf kijken, naar branding en dat soort onderwerpen. Als we nog even kijken naar document libraries en het werken met documenten, zie je eigenlijk dat binnen de document library instellingen en omgeving er heel erg gekeken is naar de OneDrive omgeving. Een paar jaar geleden, toen Jeff Tepper, die was altijd leider van het SharePoint-team, weg is gegaan naar Jammer, zijn het OneDrive-team en het SharePoint-team gesplitst van elkaar. Het OneDrive-team is heel erg druk bezig gegaan met alle documenten. En het SharePoint-team is heel erg bezig gegaan met alles. Nou, Teamsite en dat soort dingen. Uiteindelijk zijn die twee weer enigszins bij elkaar gekomen. En al de leerervaringen of alle ervaringen die het OneDrive-team in het werken met documenten mee heeft genomen, zijn eigenlijk nu gedeeld met het SharePoint-team en zie je dus nu ook weer terug in de documentenbibliotheek. OneDrive loopt nog wel voor en bepaalde functies die nu in de OneDrive-omgeving zitten, zullen over de komende periode in eerste instantie first release en daarna voor alle andere gebruikers gedistribueerd worden naar de gebruikers.
Om een voorbeeld te geven, dan ga ik toch eventjes over naar een OneDrive-omgeving. Om een voorbeeld te geven, het kopiëren en het verplaatsen van bestanden. We hebben het al een tijdje geleden aangekondigd tijdens de Office 365 Roadmap webinars, dat die functionaliteiten er aankomen en ze zitten nu dus in de omgeving. En dan met name het kopiëren van bestanden van de ene omgeving naar een andere omgeving. Momenteel kan dat alleen nog maar van OneDrive naar TeamSite, maar binnenkort zal het ook tussen TeamSites onderling of van een TeamSite naar een OneDrive-omgeving kunnen. En dit soort functies zitten eigenlijk allemaal weer binnen dat contextmenu. Dus zodra ik een bepaald bestand selecteer, bijvoorbeeld in dit geval Add Goals voor QT Series. Helemaal vol. Heb ik de mogelijkheid om vanaf hier dat bestand te verplaatsen. Als ik dat doe, blijf ik binnen mijn OneDrive-omgeving. Hè? Dus ik kijk maar, nou, ik klik erop en dan vervolgens zie je hier Places, Your OneDrive. Ik heb geen mogelijkheid om een andere omgeving of wat dan ook te selecteren. En ik kan een bestaande map selecteren, personal of een nieuwe map aanmaken. Personal of marketing documents. Hop. En dan kan ik zeggen move here. Waardoor het verplaatst wordt naar zo'n. Waarmee het verplaatst wordt binnen zo'n OneDrive omgeving. Een andere mogelijkheid, en dat is dus echt die mogelijkheid die net nieuw gelanceerd is, is de copy-to functionaliteit. En wat je nu bij de copy-to functionaliteit ziet, en wat dus binnenkort naar de Modern Teamsites ook toe zal komen, is de mogelijkheid om een andere omgeving te selecteren. Waar ik net alleen maar kon kopiëren of kon verplaatsen binnen mijn eigen teamsite, heb ik dus nu de mogelijkheid om ook een optie te selecteren waarbij ik naar een andere teamsite toe ga. En in dit geval, binnen de omgeving Contoso, kan ik de teamsite online marketing die we net gebruikten om te demonstreren, selecteren. Zodra ik die selecteer, heb ik daar de twee documentenbibliotheken, document en internal documents, waar ik van document naartoe kan kopiëren. Dus ik selecteer documents. En daarbinnen heb je dan de mogelijkheid om een folder te selecteren. Nou zijn er hier geen folders, dus ik haal hem even hierop. En als ik nu klik copy hier, zal je zien dat als we zo meteen teruggaan naar die online marketing teamsite, modern teamsite en de documentenbibliotheek erin, dat die daar naartoe gekopieerd is. Het valt mij op dat het ontzettend snel gaat. Ja, dat is bizar, hè? Ja, dat is echt. Dat zijn we niet gewend. Ja, zeker als je naar de oude versies of naar de vorige versies van SharePoint en zo kijkt, is het echt bizar hoe snel ja, functies tegen ons. Dat is echt bizar. Ja. Goed, even terug naar. Er zijn wat vragen binnengekomen. Layout van een sitewijziger komen we zo meteen op neer. Daarnaast in de chat. Is Windows 10 nodig om gebruik te maken van al deze functionaliteiten? Onze organisatie heeft Windows 7. Nee, dat is mooi van de cloud, van de online omgeving. In feite is het enige wat je hiervoor nodig hebt een browser. Klopt, inderdaad. Ja. En ik demonstreer toevallig nog eens een keer vanaf Chrome ook. Ik had net zo goed Edge kunnen nemen, of Internet Explorer, of Firefox. In feite heb je alleen maar een wat nieuwere browser nodig om dit soort functies allemaal te gebruiken en toe te passen. Veel van de functionaliteiten zitten zelfs op je mobiele telefoon apps. Ja. Dus het wordt steeds universeler en je kan eigenlijk van elk device wordt erbij en elk browser die een beetje recent is erbij. Ik wil niet zeggen dat Internet Explorer 7 nog werkt, maar volgens mij vanaf 10 wordt het allemaal goed ondersteund. Dus Windows 10 heb je niet nodig. Het gaat echt om de browser in feite die je nodig hebt. En natuurlijk een Office 365 SharePoint Online abonnement. Ja. Ja. Goed, als we nu weer teruggaan naar de online marketing modern teamsite die we gebruiken om te demonstreren. Nog twee kleine dingen die ik wil toevoegen aan zo'n document library voordat we een aantal andere functionaliteiten gaan bekijken. Daarvoor ga ik weer eventjes terug naar die documents library. En vanaf hier, mocht je nou in zo'n omgeving zitten, zie je altijd dat je met je collega's, of zie ik in ieder geval dat ik met mijn collega's vaak werk aan 1 of 2 of 3 documenten. Bijvoorbeeld een plan over hoe we een bepaald nieuw product gaan lanceren of een plan van aanpak of een bepaalde presentatie of een overzicht met allerlei soorten gegevens en zo. Nou, dat soort documenten, hero documenten of documenten die super belangrijk zijn, staan nu gewoon in de totale lijst met allerlei soorten documenten. Een van de voordelen die we nu hebben in de SharePoint Online omgeving, maar trouwens dat Add Goals voor de QT series zijn dus toegevoegd. Ja. About a minute ago. Als ik dat selecteer, heb ik nu dus de mogelijkheid om pin to top te selecteren.
met meer documenten doen. Dan kan ik nog eentje selecteren. Pin to top. En zo kan ik meerdere documenten bovenaan in feite weergeven. Ik geloof tot 3, hè? Ja, dat weet ik niet. Is dat zo? Tot 3? Ja, 3 bovenaan. En daarna moet je dus wisselen van wat je wel of niet on top wil zien. Ja, anders is alles belangrijk natuurlijk, hè? Ja, dan kun je beter een picture library zo wat neer gaan zetten. Helder. Daarnaast kunnen we aan lijsten en aan documentenbibliotheken workflows koppelen. Dat kan je eigenlijk altijd al met SharePoint Designer workflows, relatief complexe manier van workflows maken. Niet heel erg geschikt voor eindgebruikers. Je kan ook Mintex gebruiken, My Personal Favorite, geweldige tool natuurlijk. Maar het gemak van Mintex heeft Microsoft eigenlijk enigszins afgekeken. Ik denk dat ik dat wel mag zeggen, is niet helemaal waar natuurlijk, maar goed. Het gemak van Mintex heeft Microsoft enigszins afgekeken en in een nieuwe tool gezet en dat heet Microsoft Flow. En Microsoft Flow is eigenlijk een hele simpele manier om workflows te maken, gekoppeld aan document libraries en aan lijsten. Hè? Ja, klopt inderdaad. En niet alleen dat is binnen SharePoint, maar het gaat veel verder, want het is zelfs mogelijk om een flow te zetten op je Outlook profiel of Outlook mailbox. Dat een mail opgepakt wordt, de attachment automatisch in de SharePoint uitgezet. Dus dat is alweer een stap verder en ze zijn daar continu in ontwikkeling. Dus dat gaat alleen maar door en door. Duidelijk. Kijk, om even aan te geven hoe dat werkt, daarvoor open ik eventjes mijn flow. Ik had al in een tabblad staan. Ik heb hier de mogelijkheid om mijn eigen flows te bekijken. Nou, in dit geval een flow als een document is aangemaakt, stuur dan een goedkeurings-e-mails. Ik kan ook nieuwe flows aanmaken, helemaal blanco of een template gebruiken. Klik ik bijvoorbeeld hier op een template, dan zal je zien dat er allerlei soorten voorbeeldjes komen. Waarbij bijvoorbeeld hier, als er een document is toegevoegd aan een documentenbibliotheek of aan een lijst, stuur dan een approval e-mail. Of stuur een aangepast e-mailtje als een lijst item is toegevoegd. Stuur een push notificatie. Nou, dat soort weergaves of dat soort workflows kan je eigenlijk allemaal relatief simpel toevoegen aan zo'n omgeving. Open ik deze bijvoorbeeld, dan zal je zien hoe makkelijk dat is. 2 stappen. Als er een document is aangemaakt, stuur dan een approval e-mail. Nou, als document is aangemaakt, de URL naar de bibliotheek. Teamsite en daaronder de bibliotheek. En dan vervolgens stuur de approval e-mail, in dit geval naar de admin. Approval request for new document. Met de filename, dan kun je allerlei soorten andere opties bijzetten. En natuurlijk kunnen we dit allemaal wijzigen en updaten. Volgens mij komt hij ook contextueel met de opties die je hebt. Dus nu staat de filename achter als een blokje. Ja. Maar je klikt hem inderdaad weg en je ziet meteen welke opties dat allemaal beschikbaar zijn. Dus echt meer op intuïtiviteit. Dus dat het wat makkelijker wordt voor die eindgebruiker. Natuurlijk, die adoptie die blijft heel belangrijk, maar je ziet hoe makkelijk dit in elkaar te klikken is. Ja, absoluut. En dat is waar, je flow is updated, dat is waar echt wel heel veel slagen in gemaakt zijn. Ja, absoluut. Ondertussen zijn er een paar vragen toegekomen. Eentje nog over Windows 10, eentje bijvoorbeeld rechten, eentje over Pentium niet meer. Ja, laten we even teruggaan naar de SharePoint Online Teamsite. Als we binnen die SharePoint Online Teamsite zitten, dan is deze teamsite aangemaakt door een eindgebruiker. En die heeft andere gebruikers toegang gegeven tot die teamsite. Iedereen binnen die teamsite heeft vervolgens bewerkrechten en kan alles wat in die teamsite staat ook daadwerkelijk aanpassen. Mm. En wijzigingen daarbinnen maken en zo. Dus iedereen in een groep heeft in basis gelijke rechten. De beheerder heeft wel wat extra mogelijkheden. Hij kan allemaal instellingen en zo wijzigen in de achtergrond. Maar in feite hebben alle andere gebruikers dus dezelfde rechten binnen zo'n modern teamsite. Klopt inderdaad. Nu is het wel mogelijk om die rechten weer aan te passen. Dus dat zou eigenlijk hetzelfde zijn als in de oude Classic View. Via Tandwieletje en de site-instellingen. Maar in een group zit het weer net even anders. En dan gaat het via het admincenter of de eigenaar van de groep kan bepalen wie recht heeft. Ja, dus in feite de owner van een groep die kan allerlei soorten centrale instellingen op groepsniveau maken. Wijzig je de owner van een groep, door het ook de SharePoint site owner gewijzigd en zo. Klopt. Binnen zo'n groep zelf zou ik wel onderscheid kunnen maken. Hè? Ja, ja,
Absoluut. Heel erg goed. Daarnaast, nou, de vraag van Ronald. Laten we hier ook iets in verrechten ten behoeve van gebruikers. Ik wil een nieuwe map en zo aanmaken. Eigenlijk alle handelingen die ik nu net heb gedaan, heb ik met een normaal gebruikersaccount gedaan. Power to the people. Ja. In feite kunnen alle gebruikers alles doen. Alle over 360 group gebruikers kunnen alles doen binnen zo'n site. Tenzij we dus naar aangepaste rechten gaan krijgen, kijken of een modern team site aanmaken die niet gekoppeld is aan een Office 365 group met unieke rechten. Eigenlijk wat je ook ziet en wat ook gezegd wordt, op het moment dat ik ergens niet bij kan of iets niet kan bewerken en niet kan downloaden of versturen, dan pak ik het document, download ik het en dan verstuur ik het wel op een andere manier. Ja. En dat is nou juist eigenlijk wat je niet wil met SharePoint. Nee, duidelijk. Überhaupt niet, maar dat is een van de zaken die je ziet. Ja, wat je eigenlijk beschrijft is de loosely coupled manier van externe personen recht te geven op individuele documenten. Hè? Ook, ja. Ja, absoluut. Ja, want hoe dat in feite werkt, en hetzelfde manier werkt ook voor het toevoegen van mensen tot een bepaalde groep, is op het moment dat ik een bepaald document selecteer, of op het moment dat ik een individueel document selecteer, heb ik hier de optie Get a Link. En die optie Get a Link geeft me de mogelijkheid om in dit geval een edit link aan te maken. En iedereen die in deze tenant zit, in deze SharePoint Online of Office 365 omgeving, die link krijgt, krijgt automatisch rechten op zo'n document. Klopt, inderdaad. Dus in plaats van dat je individuele personen toevoegt aan zo'n document, geeft iedereen met een link krijgt toegang tot zo'n document. Het werkt dus eigenlijk, toegang tot een document krijgen, werkt eigenlijk alsof je toegang krijgt tot een e-mail. Dat werkt op precies dezelfde manier. Dan stuur ik jou een e-mail toe, dan heb jij dus rechten op die e-mail. Jij kan die e-mail doorsturen, andere mensen krijgen ook rechten op die e-mail en het gaat zo door en door en door en door. Klopt, en je zou eventueel nog via policies aan de achterkant natuurlijk alles dicht kunnen timmeren, mocht dat echt nodig zijn. Maar wat je net zegt, power to the people, probeer zo min mogelijk dicht te zetten. Als we naar lijsten kijken, daar is ook een hoop in gewijzigd. En we hebben hier een voorbeeld lijst. En eigenlijk alles wat we net bespraken rondom de document library, voor het aanmaken van weergaves, het aanmaken van views, het opslaan van views en zo, is allemaal van toepassing ook op die lijsten. Dus daar hoeven we niet zo heel veel over uit te leggen. Wat hier wel heel grappig in is, is dat eigenlijk al in het contextmenu zie je de optie flow staan, waarmee je dus een hele nieuwe flow kan aanmaken, een hele nieuwe workflow kan aanmaken. Maar nog een andere is de mogelijkheid om lijsten of om formulieren te maken die ik bijvoorbeeld ook vanaf mijn mobiele telefoon kan bekijken. Die functie, dat heet Microsoft Power Apps. En daarmee heb ik dus de mogelijkheid om eigenlijk met 3 klikken een nieuwe weergave op zo'n lijst te maken en die te distribueren via mobiele telefoon. Dat mensen die app kunnen opstarten om in dit geval nieuwe online campagnes of zo aan te maken. Is dit de infopad vervanger? Infopad is depreciated, hè? En support voor infopad blijft gedurende SharePoint 2016 gewoon beschikbaar. Microsoft positioneert dit op dit moment als de infopad vervanger, inderdaad. Het is wel echt wat anders hoor. Ik bedoel, het is echt bedoeld met name voor iPads, iPhones, Android phones of Windows phones. Om daarmee snel en gemakkelijk bepaalde informatie toe te kunnen voegen. En je ziet nu eigenlijk al op de achtergrond dat hij dus een app aan het bouwen is. Waarmee ik toegang krijg tot de SharePoint lijst informatie. Nou, cool. Ja. Met de infopad heb je natuurlijk ook nog wel een stukje met browser issues. Op het moment dat je met infopad werkt en je hebt hoger als IE18, kan het wel eens voor issues zorgen. Dus dit zou wel een heel mooie add-on zijn voor de meeste bedrijven die nu formulieren willen gaan maken. Ja, absoluut. En het is onderdeel van je Office 365 abonnement. Van een standaard Office 365 abonnement is het onderdeel. Dus iedereen kan hiermee zijn eigen apps maken en distribueren naar allerlei soorten mobiele telefoons en browsers trouwens ook. Om op die manier eigenlijk toegang te nemen op een andere manier tot informatie in zo'n SharePoint-lijst. Sterker nog, als je wil, kun je het koppelen met allerlei soorten andere back-end omgevingen. SQL Server databases, Mongo databases, websites, whatever. RSS feeds. Alleen als je dat soort opties wil hebben, heb je een aanvullende licentie op Power Apps nodig. Ja, precies. En ook dat is eigenlijk hetzelfde met Flow. Hè? Op het moment dat je over een bepaald aantal flows gaat, die je gebruikt, dan heb je ook een aanvullende licentie nodig voor Flow. Ja, absoluut.
de basis zijn, is in feite beschikbaar. En dan de uitbreiding zal je dus apart moeten licentiëren. Ja, hè? Klopt. Die app is ondertussen aangemaakt, gekoppeld aan mijn SharePoint-lijst van zometeen. Als ik hem nu eventjes uitvoer in een testweergave, zie je hier eigenlijk dat diezelfde 5 campagnes die in die SharePoint-lijst stonden, staan hier ook nog in. En nu zie ik daar een spelfout, dat is natuurlijk niet heel geheel on... niet anders, maar... Ja, het is niet onvoevallig om het zo maar te zeggen, en die kan ik nu dus ook aanpassen. Dus als ik daarop klik, dan staat hier referral campaign. Campaign schrijf je met een A. Dan klik ik op mijn bewerkdingetje. Ik verander mijn E in mijn A. En zo meteen als we teruggaan naar die lijst, zul je ook zien dat ik dat stukje weer gewijzigd is. Ja, precies. Je ziet meteen je wijzigingen. Het wordt direct doorgevoerd. Ja, dat klopt. Dus als we nu weer teruggaan naar de SharePoint-lijst, dan zie je hier referral campaign. Hier staat inderdaad die A die in die app is weer. Die app trouwens, die blijft nu gewoon beschikbaar en kan je vanaf nu gaan gebruiken om te distribueren naar je eindgebruikers via je iPhone of van de Windows Phone. Eigenlijk een normale distributiekanalen. Dat is toch wel heel gaaf dat je dat in ieder geval nu voor het kunt, want het is natuurlijk een heel gemis geweest altijd. Ja, van hoe gaan we daar nou mee om? Verschillende organisaties lopen tegen dit probleem aan. En dan zorgen ervoor dat Simple and Stupid eigenlijk beschikbaar is. Hè? Precies. Ja. Nou, absoluut. Absoluut. Nou, met de wijzigingen in libraries en de wijzigingen in lijsten komen we eigenlijk nu naar de SharePoint Modern Teamsite zelf. Dus de homepage en alle functies die daarachter zitten eigenlijk. Ja. En als je de startpagina van zo'n Modern Teamsite opent, dan zie je eigenlijk al gelijk wat er allemaal gewijzigd is. De basisweergave van een Modern Teamsite zie je hier voor je en links een logo, de naam van de teamsite. Je ziet dat het een private group is. Als we een specifiek kenmerk aan die groep hebben gegeven, zoals bijvoorbeeld een vertrouwelijke SharePoint teamsite of een vertrouwelijke Office 365 groep, zal dat hier ook verder bij staan. En nu op deze pagina zie je allerlei soorten nieuwsitems al direct verschijnen. Dat zijn nieuwsitems die aangemaakt zijn binnen die SharePoint site. Klopt. En misschien wel handig om te weten is dat dit vooral search-driven is. Alleen maar search-driven, hè? Ja, dus dat is heel anders als voorheen, waarbij je echt content editor webparts had die de lijsten gingen crawlen en dan gingen kijken van wat is er nieuw, welke velden voldoet het aan. Ja. Ja, wordt dit helemaal via search gedaan. Wat mijn aandachtspunt hierin is, Paul, is dat als we nu een informatie toevoegen aan SharePoint en je zegt dit is allemaal content-driven, we zitten nu met een organisatie die toevallig onlangs allerlei nieuwsberichten heeft gepubliceerd. En het duurde 24 uur voordat ze in die nieuwsoverzichten ter beschikking kwamen. Ja, dat klopt. En dat is, ik zie dat meer. En ik weet toevallig dat ze ermee bezig zijn om dit terug te brengen naar 1 seconde of 10 seconden, meen ik, zo uit mijn hoofd gezegd. Dus dat de index echt live gebeurt. En dit is ook wel nodig, want steeds meer organisaties werken met search. Ja. Het is zo'n krachtige tool, alleen dan moet het wel direct indexeren. Ja. Dus het is nog wel een pijnpunt, maar ik zie wel de verbeteringen langzaam al in organisaties naar voren komen dat het sneller gaat. Ja. Dus, absoluut. Search-driven is echt the way to go. Helder. Heb ik dus mijn teamsite, kan ik hier allerlei soorten informatie aan gaan toevoegen. En als we dat doen, dan komen we gelijk bij een modern page. En die modern page is eigenlijk het hele principe achter de nieuwe modern teamsite UI. De weergave in ieder geval daarvan. Omdat het heel snel en gemakkelijk op te maken pagina's zijn. Dus klik ik nu in dit geval op add, dan heb ik de mogelijkheid om een nieuwe, in dit geval nieuwsbericht aan te maken. En je zal zien dat het bewerken zo meteen van mijn homepage op precies dezelfde manier werkt. Nou, geef je page een naam. Modern Teamsite Rock. Modern Teamsite Rock. En vervolgens kan ik hier informatie aan gaan toevoegen. Ja, dat is even een ander minuutje, zeg. Ja, dat is anders dan het vroegere webpagina's en dat soort dingen allemaal. Hè? Ja, dan moest je in de ribben en dan moest je allemaal gaan zoeken. Wat is nou mijn webpart wat ik wil? En, ja, absoluut. Nou, als ik hier kijk, zie ik het toch heel wat vrolijker. Ja, absoluut. Ja, kijk, klik nu op de plusje, dan zie ik daar dus al die webparts die op dit moment voor mij ter beschikking zijn. En je kan hier gewoon je eigen webparts aan toevoegen als je dat zo wil. Dus je kan hier zelf webparts voor programmeren die hier extra aan worden toegevoegd. Of je kan webparts kopen of nee, goed. En dus als ik in dit geval op image klik, dan heb ik de mogelijkheid om een nieuwe image toe te voegen aan mijn nieuwsitem van mijn modern page. Dat image die kan ik
halen uit mijn site. Hè? Dus de documentenbibliotheken binnen mijn site waar ik informatie uit kan halen. Ik kan hem halen vanaf het internet met een linkje. Ik kan hem ook uploaden vanuit mijn eigen computer. En selecteer ik nu bijvoorbeeld in dit geval een bepaald plaatje, dan wordt die direct vanaf je computer geüpload. Klik ik op Add Image, dan staat hij nu dus in dit geval op mijn specifieke pagina. Modern Teams as Rock. Daarnaast heb ik natuurlijk de mogelijkheid om een stukje informatie toe te voegen. En dat kan ik eronder doen door hierop te klikken. Of ik kan hierboven nog wat extra toevoegen. Dus klik ik nu op tekst, dan heb ik eigenlijk een algemeen tekst. De nieuwe Modern Teams sites zijn een geheel nieuwe functie. Oh. Kun je hier ook direct HTML in toevoegen? Ik kan hier kopiëren en plakken vanaf andere sites, als je dat bedoelt. Ja. Dus dan ga ik naar een andere website en dan klik ik bijvoorbeeld, oh, dan moet ik wel natuurlijk een stukje informatie vinden. Maar dan kopieer ik en plak ik van bijvoorbeeld van nu.nl of zoiets dergelijks. Plak ik hier rechtstreeks een stukje informatie. Als ik hier bijvoorbeeld zelf een HTML-functie aan toevoeg, bijvoorbeeld de bold-functie, en ik sluit hem vervolgens, zal hij dat niet interpreteren als zijn HTML. Ah, okay. Kan wel overigens een apart bij apart voor. Ik verwijder deze nu eventjes weer. Mm-hmm. Zo. Vanaf hier kan ik save en close doen. Dan sluit ik mijn pagina op. En kan ik mijn pagina publiceren. In dit geval heb ik een heel nieuw nieuwsbericht gepubliceerd. Modern Team Science Rock. Hij komt ook meteen vooraan. Dus de search werkt hier erg goed op. Ja, dat is gelijk. En in dit geval is dat het nieuwsbericht. Diezelfde startpagina kan ik ook nog wijzigen. Hè? Dus ik kan allerlei soorten andere webparts gaan toevoegen aan zo'n startpagina, eraf halen, et cetera. Als ik bijvoorbeeld nu op edit klik, heb ik de mogelijkheid om een nieuw webpart of een nieuw onderdeel aan zo'n pagina toe te voegen. Als ik hier klik op het plusje, krijg ik diezelfde weergave die we net hadden, bijvoorbeeld nog 65 video, of highlighted content, of een nieuwslijst, of quick links, of jammer feed. En kan ik selecteren, kan ik dat toevoegen aan zo'n pagina. Als ik nu bijvoorbeeld op document klik, kan ik een weergave van een bepaald document maken. Dan ga ik naar mijn site, ik selecteer hier mijn documenten. En dan zou je zien dat als ik die naar Add Goals voor je QT-series toevoeg, en ik klik op Open, zal die worden weergegeven vanaf nu op mijn SharePoint site pagina. En die wordt meteen weergegeven zodat je er doorheen kan wandelen? Ja, die wordt meteen weergegeven zodat je er doorheen kan wandelen. Dus ik kan er nu doorheen klikken, ik heb het niet mijn pagina opgeslagen. Maar eindgebruikers kunnen dat in feite dus ook vanaf hier. Klik ik op Publish, dan zie je dat die pagina is aangepast en die dat webpart eigenlijk is toegevoegd op die pagina. En let wel, ook hier geldt power to the people. Dus met andere woorden, iedereen die toegang heeft tot zo'n Modern Teams site, tot die Office 365 Group, kan in feite dit soort wijzigingen ook doorvoeren. Ja, met één opmerking daarbij. Je kunt via het Admin Center kun je pages uitzetten. Ja. Dus dan kan een gebruiker geen pages aanmaken, dus geen nieuwsberichten. Nee. En deze pagina waarschijnlijk ook niet bewerken. Ja, ja, dus dan moet je echt via de beheerconsole moet je dat weer allemaal aanpassen. Ja, of je moet echt admin zijn, dan kan dat. Ja, ja. Ja, dus in basis, op het moment dat een eindgebruiker zelf een Office 365 Group met eraan gekoppelde Modern Teams site aanmaakt, dan heeft hij echt daadwerkelijk alle rechten en alle andere mensen. Die kunnen daarin ook allerlei soorten instellingen wijzigen. Zodra je met een situatie te maken krijgt waarbij je echt het beheer over die teamsite dicht wil gaan zetten, eigenlijk zoals we tot op heden al de teamsite gemaakt hebben en gedaan hebben, dan moet je dus echt weer instellingen gaan wijzigen op de achtergrond. Dus echt niet helemaal volgens de filosofie van Microsoft, of wel? Nee, ze willen liefst zoveel mogelijk openzetten en eigenlijk in power to the people, dus iedereen moet het kunnen aanpassen. En ze gaan er eigenlijk een beetje vanuit dat de volwassenheid in de organisatie gewoon goed is. En normaal gezien is dat ook zo. Volgens mij komt het niet vaak voor dat een gebruiker zomaar iets aanpast. Het kan natuurlijk voorkomen, maar dan is het vaak per ongeluk. Als ik op edit wil klikken, dat is toch is niet echt per ongeluk meer. Dus duidelijk. En kan ik nu ook nog het uiterlijk van deze site wijzigen? Je kunt een aantal zaken wijzigen, maar niet alles volgens mij. Er wordt nog steeds heel erg druk gebouwd aan de achterkant om dingen toe te voegen, zodat UI, customizations, style sheets, al dat soort dingen, dat moet je uiteindelijk kunnen wijzigen. Ja. Of dat nu allemaal gaat,
Nog niet helemaal, ja. Maar het is wel de bedoeling. Ja. Als ik naar de site contents toe ga, wat je dan eigenlijk ziet, is dan krijg je een soort pagina. En op die pagina staat alle informatie betreffende zo'n site. Nou, het aantal mensen dat over de afgelopen 7 dagen de pagina bezocht heeft en die demo-omgeving heeft hem net aangezet. En, ja, de statistieken hebben er nog bijgewerkt, dus 0 mensen klopt natuurlijk niet helemaal. Het aantal documenten dat zeer populair is. Dat soort inzichten in informatie wordt hier eigenlijk ingegeven. En dat zal steeds meer komen. Jazeker. Ja, er wordt verder uitgebreid. De site visit. Ik heb nu al in de first release een versie gezien waarbij je hier een uitgebreid rapportage kan bekijken. Met ook alle documenten. Ja, goed, dat soort informatie die erin staat. Ga ik nu naar mijn site settings. Dan kan ik eigenlijk alle instellingen op zo'n site wijzigen. En eigenlijk alle beheersdingen die ik wil doen, bijvoorbeeld change the look, het uiterlijk van zo'n site, kan ik bijzetten. Maar ook allerlei soorten andere dingen die ik ook al in de andere teamsites kon aanpassen. Ga ik nu overigens niet doen, omdat het net iets te lang duurt om dit helemaal door te voeren. Maar hier kan ik allerlei soorten wijzigingen doorvoeren die ik ook al in een classic teamsites kon toevoegen. Internal server error, lekker. Nee, toch? Nou, de demo-goden zijn nog niet goed gezind vandaag. Laten we even kijken. Marketing, gaan we terug. En hier zijn we weer terug. Webpart, dit zijn eigenlijk geen webpart-pagina's, of wel? Nee, het zijn eigenlijk complete HTML-pagina's, zodat het eigenlijk een single-page application is. Dat wil zeggen, als jij op je mobiel naar deze site gaat, dan zal hij helemaal scalen, zodat je alles op één pagina ziet. Ik weet niet of je je scherm iets kan verkleinen, dan kunnen we het gelijk zien. Ja. Nog iets kleiner zelfs, dan zien we nog... Zo. Sluiten. Wat je al ziet is dus aan de linkerkant bovenin, zie je SharePoint en dan zie je 2 streepjes. Daar zie je nu de, als je die openklapt, zie je direct je eigen quick links. Wat normaal aan de linkerkant staat. En alles staat netjes onder elkaar. Op het moment dat je op de 3 puntjes klikt, dan zie je de app-instellingen of je tandvulletje plus je wafel voor... snelkoppelingen naar andere applicaties. Ja. Dus ja, het ziet er erg netjes uit. Het is eigenlijk allemaal responsive gemaakt, automatisch bij default. En, ja. Kunnen we nog wel oude traditionele webpagina's toevoegen? Ja, dat kan zeker. Ik weet niet of je dat ook kan voordoen. Ja, dus als we naar een nieuwe, als we naar de Pages Library toe gaan, heb ik de mogelijkheid om daarin nieuwe, of oudere pagina's bijvoorbeeld toe te voegen. En, dus ook de oude webpart pages hier aan toe te voegen met alle functies zoals je die van de oude webpart pages gewend bent. Het is dus niet zo dat je opeens nu naar een volledige nieuwe modern teamsite gaat en al je oude spulletjes niet meer kan gebruiken, je oude webparts en dat soort functies, die blijven gewoon allemaal continu beschikbaar voor de eindgebruikers. Hetzelfde met oude teamsites. Een oude teamsite wordt op enig moment kan je die zelf migreren. Dat doe je via de backend naar een modern teamsite. Je hebt echter ook de mogelijkheid om in een oude teamsite gelijk al een nieuwe modern startpagina aan te maken. Eigenlijk de pagina zoals we die net beschreven, kan je gewoon aanmaken zodat een oudere teamsite, of een teamsite die nu nog op oude functionaliteit enzovoort zit, wel al een hele nieuwe weergave krijgt. Ja, en Microsoft heeft beloofd dat zolang mensen Classic View gebruiken, en dat zal natuurlijk een significant nummer zijn, maar zal Classic View altijd ondersteund blijven. Dus dat is ook wel handig voor de mensen die eigenlijk helemaal niet naar deze view willen. Maar nogmaals, ik raad het wel aan, naar deze view te gaan. Ja, helder. Zullen we nog even wat algemene dingen doornemen over de teamsites en wat meer naar de beheeraspecten kijken? Absoluut. Ik heb een PowerPoint-presentatie net ongeluk afgesloten. Zo, wat een teamsites. Goed, wat we eigenlijk aan onze modern teamsites zien, is dat ze in feite
bedacht zijn rondom een team met power to the people. Hè? Dus het is echt zo dat een eigenaar van zo'n moderne teamsite, van een autoriteit, zoals een group, in feite verantwoordelijk is voor zo'n teamsite. En alle andere mensen die daar toegang kunnen nemen, kunnen daar zelf ook wijzigingen in zo in maken. Er zijn wel heel veel governance mogelijkheden, daar komen we zo meteen nog wat dieper op terug. Binnen zo'n moderne teamsite heb je dezelfde content en structure zoals je die nu ook hebt. Je hebt gewoon een lijst, je hebt gewoon bibliotheken. Daarbinnen kan je allerlei soorten data bewaren, zoals je die nu ook kan bewaren. Zij het dat de functies wat makkelijker zijn geworden. Ze zijn wat meer toegankelijk gemaakt voor iedereen in die organisatie. En je kan allerlei soorten wijzigingen nog doorvoeren met customizations. Dus je kan gewoon op webparts blijven ontwikkelen, client-side JavaScript toepassen, et cetera. Let wel, zodra je dat doet, zodra je daadwerkelijk dat soort wijzigingen gaat maken, heb je de kans dat je teruggeschakeld wordt naar Classic View, omdat bepaalde dingen niet ondersteund worden in de modern teamsite weergave. Klopt, inderdaad. Even kijken. Wat we zien is dat uiteindelijk het SharePoint framework aan de basis hiervan staat. Hè? Ja, klopt inderdaad. Wat er overigens nog steeds niet volledig released is. Maar ik heb zo een beetje het gevoel dat het nog voor het einde van het jaar gereleased wordt. Ja, nou ja, goed. En je ziet dat die hele basis, het is al de hele basis voor deze hele nieuwe omgeving natuurlijk. Hè? Absoluut. De doelen die uiteindelijk Microsoft hiermee had om dit neer te zetten, is dat het een omgeving moet zijn die beheerd is. Eventuele custom code in de vorm van webparts en zo moet door IT worden toegevoegd. Binnen pagina's en zo kan dat soort dingen niet automatisch toegevoegd worden. En het werkt met echt een moderne versie van de modern UI. Dus het werkt op je mobiel, het werkt op je tablets. Het werkt op allerlei soorten verschillende omgevingen, waar je eigenlijk wil dat je dit soort wijzigingen ook kan maken. Natuurlijk kun je de homepage aanpassen naar je eigen wensen. En uiteindelijk, al die verschillende functies die hierin zitten, zijn in de basis. In de basis al gebaseerd op het hele nieuwe framework. Klopt inderdaad. Maar nogmaals. Alle oude dingen die er tot op heden gemaakt zijn, alle oude webparts, alle webparts die over de afgelopen jaren gemaakt zijn, die blijven gewoon wel degelijk beschikbaar, is het niet? Ja, klopt inderdaad. Wat natuurlijk wel zo is, en wat misschien ook wel belangrijk is om ook nu even te melden, is op het moment dat je dus een modern team site hebt en je maakt daar een webpart voor, en je zou een classic site hebben en je wil eigenlijk dat webpart daar ook gebruiken, dat is mogelijk. Andersom, dus een classic webpart in de modern UI is niet mogelijk. Nee. Dus dat zijn ook wel dingen die belangrijk zijn om mee te nemen. Zeker als je naar de ontwikkeling kijkt van webparts, is het dus aan te raden om al met die modern view webparts te beginnen. Want ze zijn backward compatible. Helder. Oké. Kijk maar naar een stukje governance. En Maas stelt een vraag, die komt hier gelijk mooi in naar voren. Op groepsgebied kan je allerlei soorten instellingen wijzigen. We kunnen bijvoorbeeld naamgevingsinstellingen maken. We kunnen aangeven of mensen public of private sites of 365 groups kunnen maken. Klassificaties kunnen we definiëren. We kunnen allerlei soorten gebruiksrichtlijnen en zo specificeren. Grotendeel van die opties zijn alleen nog maar beschikbaar in first release. Of moet je met allerlei soorten aanvullende PowerShell-commando's die nu tijdelijk beschikbaar zijn, instellen. Maar die komen nu druppelsgewijs ook in de user interface of in de SharePoint Tenant Admin interface beschikbaar. Eigenlijk zijn dit allemaal onderdelen om Office 365 Groups uit te breiden. Allemaal beheermogelijkheden om Office 365 Groups uit te breiden. En niet zozeer om de SharePoint Teamsite verder te wijzigen. Klopt. Je kunt je voorstellen op het moment dat je een groep hebt en je zegt van ja, dus hij zou in Site Collection staan en je zou de Site Collection weggooien. Wat gebeurt er dan met de groep? Als daar nou een mailbox aan hangt en zo, ja, die blijft bestaan. Die zou eigenlijk op een dode link uitkomen, want ja, de documenten kunnen ze niet meer benaderen. Dus dat is ook de reden waarom dat de groups niet in Site Collection Admin zitten, maar juist in groups van het Admin Center. En op het moment dat je hem daar weggooit, dan gooi je dus direct ook de mailadres weg, de kalender, de Site Collection. Alleen je kunt ze daar ook weer terugzetten, dus je hebt eigenlijk daar de volledige controle.
Met andere woorden, een individuele SharePoint site kan je niet weggooien, maar je kan wel een hele Office 365 group met daaronder onder de modern team site weggooien. En er is ook een prullenbak beschikbaar, vraag van Maas. Prullenbak beschikbaar om die ook daadwerkelijk weer terug te zetten. Ja, ja, klopt inderdaad. Oh, mooi, fijn. Toegang tot de groups, hoe is dat geregeld? Nou, dat is eigenlijk ook via het admincenter geregeld. Ik weet niet of we hier in deze omgeving bij het admincenter kunnen komen. Zeker. Even opnieuw inloggen. Ja. En hoe werkt dat dan? Dat ga ik je laten zien. Ja. Maar als ik nou toegang wil hebben tot een groep en iemand anders is beheerder van die groep, kan die dat zomaar doen? Dat kan inderdaad, tenzij dat die met een policy afgevangen is. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Wat ook een vraag is die ik wel meer hoor, is van ja, standaard heeft SharePoint, kun je de storage aanpassen. En dit kan dus voorlopig voor een groep alleen via PowerShell. Oké. Dus eigenlijk al die beheersmogelijkheden die er nu wel zijn, maar langzaamaan pas beschikbaar. Ja, klopt inderdaad. Dus, ja, het internet is echt bizar traag, dus het duurt heel eventjes voordat dit soort dingen allemaal geladen worden. Als we het admin... Yes, admin center. Ja, het is inderdaad niet vooruit te branden. Nou ja. Bijzonder. Maar in ieder geval, als je dadelijk in het centrum zit, dan heb je dus gebruikers en je hebt groepen. En als je dan een groep selecteert, dan krijg je daar echte opties bij. Dus, ja. Dus ja. Druk bezig met laden. Ja. Goed. Even kijken. En dat hier kun je dan het beheer doen over verschillende groepen en de mogelijkheden daarvan. Klopt, inderdaad. Klopt. Ja. Hij heeft er echt moeite mee. Maar betekent dat, want stel je eens voor, we hebben zo'n besloten groep en wij zijn er alle twee onderdeel van en ik wil iemand anders gaan uitnodigen voor die groep. Jij hebt die groep ooit aangemaakt, kan ik dan iemand anders daartoe toegang toegeven? Dat kun je instellen, dat je dus kunt sharen. Wat is de standaard? Standaard is, zeg maar, de groepseigenaar is de eigenaar en die kan bepalen wat daar gebeurt. Maar je kunt dus daarvoor eigenlijk volledige policies instellen en van alles mee doen. En een public group kan iedereen toegang toenemen, toch? Ja. Ja. Bij een public group kan ik jou ook gewoon uitnodigen of een derde uitnodigen om toegang te nemen tot mijn group. En bij een private group is dan de beheerder die daar als zijn recht toe. Ja, klopt. Nou, fijn. Het is klaar. Het heeft even geduurd. Als we groups aanklikken. Yes. Valt mij op dat SharePoint en admin vaak traag is, zegt Maas. Nou, ik ben het er helemaal mee eens. In dit geval is het volledige internet super traag, moet ik zeggen. Ook hier, als we op refresh klikken, dan duurt het even dat dit geladen is, zoals je ziet. Dus we hebben sowieso een internet hiccup of zo waar we mee te maken hebben. Langzaam wordt alles geladen. Yes. Nou, je ziet hier direct ook een overzicht van wat een distributielijst is of een Office 365 groep. Dus als we hier een Office 365 groep selecteren, komt aan de rechterkant weer het contextuele menu. En dit komt er erg overeen met een gebruikersmenu binnen het admin center. Waar je dus de privacy kunt zetten. Subscribe members, nou ja, ik kan alles wel opnoemen, maar een aantal zaken kun je hier gewoon zetten. Je ziet ook meteen de delete knop en waarschijnlijk op het moment dat je bij de knop more klikt, zou je ook deleted groups kunnen zien om ze terug te zetten. Helder, dus als ik deze groep nu verwijder, hap, nou, delete group, weet je het helemaal zeker? Ja, ik weet het helemaal zeker. Wordt die desbetreffende groep met de bijbehorende SharePoint Online modern teamsite verwijderd. Klopt. En vanaf hier kan ik me ook dan weer vervolgens uit de... ik denk via de more kijken. Dat is natuurlijk altijd, als je live bent, dan is dat even zoeken waar dat het zit. Maar het is in ieder geval mogelijk. Nou, laten we het zo zeggen. Hartstikke goed. Top. Prima. Als we nog eventjes teruggaan naar de presentatie. Site management kan dus allemaal plaatsvinden via mijn Office 365 Group.
Een paar kleine dingetjes via SharePoint, alsnog via PowerShell en zo. Dus external site access, storage quota, doe ik allemaal op dit moment via PowerShell. En cool. Zometeen kan ik het instellen via mijn SharePoint Online Tenant Admin Center. En mijn SharePoint Site Permissions kan ik dus apart instellen via mijn de backend eigenlijk van mijn SharePoint site, mijn modern team site. Alle information protection functies, DLP, reporting, data governance, dat soort dingen allemaal. Hoe stellen we dat in? Dat gaat ook via het admin gebeuren. En ook via PowerShell. We zien eigenlijk dat vooral zeker de geavanceerde beheerder, die doet dat vaak via PowerShell. Omdat dat gewoon veel makkelijker is. Ja. Met meer mogelijkheden. En dan kan ik nog wel bijvoorbeeld information rights protection, of data governance, of reporting. Dat soort dingen kan ik allemaal op een bepaalde Office 365 group of modern team site. Dus van toepassing laten zijn. Ja. Klopt, inderdaad. Ja, goed. Nou, alle functies die inmiddels beschikbaar zijn, modern lists en libraries, hebben we net laten zien. Dus een nieuwe site content weergave met die verschillende rapportages erop. De groups die dus een site hebben gekregen, een modern team site. De nieuwe site creation ervaring. Misschien dat we zo meteen nog een tijd aan kunnen besteden als we dat nog redden. Navigation editing, dat je aan de linkerkant je menus kan aanpassen. Modern page editing, smart filters, hebben we niet laten zien, maar is inmiddels binnen Virtualize in ieder geval ter beschikking, waarmee je heel snel weergaves kan maken. En streamlined permissions, waarbij je dus door het sturen van een link, een bewerklink, toegang kan geven tot een document of tot een hele teamsite, doordat mensen die sites eigenlijk continu weergeven. Hè? Over smart filters zag ik in deze tenant nog niet aanstaan. Nog niet? Nee. Okay. Ik heb het in mijn eigen tenant wel gezien. Dus, nou, de templates, als we even behind the scenes kijken, dus even naar de achtergrond kijken, zie je dat de templates die gebruikt worden op zo'n SharePoint Tenant Admin, is een Group 0 en een STS 0, zijn eigenlijk bedoeld om de nieuwe modern teamsites aan te maken. En een enorm snelle site-creatie zit eraan vast, hè? Ja, want wat ik al gezien heb, is bijvoorbeeld, je maakt een site. En nog voordat je eigenlijk de permissie zet, is op de achtergrond de site al aangemaakt. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk iets wat we niet kennen in SharePoint. En dat is dus echt nieuw en flitsend. Als mensen de rechten toe hebben, kunnen alle mensen binnen een organisatie dus hun eigen site aanmaken. En dan staat die ook gelijk op dat moment is die beschikbaar. Nou, om dat te doen, gaat de gebruiker naar de SharePoint Hub. Door op het hamburgermenu te klikken en dan volgens naar SharePoint te gaan. Dan komt hij op die SharePoint-site aan en vanaf daar klikt hij op Create Site. Om nu een nieuwe site aan te maken, klik je in feite op Modern Team Site. Klik je in feite op Nieuw Site. Vul je de naam in van je team site. Er wordt gelijk een group e-mail name, een Office 365 group e-mail name aangekoppeld. Kan je wijzigen als je dat zou willen. Er is een URL die beschikbaar gesteld is. Die URL die is bedoeld om uiteindelijk naar de site te browsen. De public of de private weergave kan geselecteerd worden en je kan een teamsite description maken. Klik ik nu op next, dan verschijnt een nieuw scherm vanaf waar ik mensen kan gaan uitnodigen om deel te nemen met mij aan die Office 365 group en de modern teamsite. Ik kan mensen in feite uitnodigen om owner te worden, dus echt beheerder van die omgeving te worden, of member te worden, zodat ze met mij die omgeving kunnen beheren. En ondertussen zie je, en dat, nou ja, goed, de snelle kijker onder ons heeft dat gezien, er was de teamsite aangemaakt en zijn we dus in feite klaar. Dus op de achtergrond is al die hele teamsite voor ons geprovisioned. Ja. In de vorige versie, of in de huidige versie, eigenlijk nog steeds van hele hoge gebruikers, zie je dat het aanmaken van een teamsite soms wel tussen de 5 en 10 minuten kan duren, of een sitecollectie moet ik eigenlijk zeggen. Dat tussen de 5 en 10 minuten kan duren, bizar lang in sommige gevallen. Dus het is echt wel heel erg gestreamlined hoe dit nu gemaakt is. Hè? Gelukkig. Ja, de ervaring is een stuk beter daardoor in ieder geval, toch? Ja, ja, absoluut, absoluut. Verder, binnen de group sites is er dus centraal beheer binnen de Azure Active Directory van memberships en policy en lifecycle. Kan je ook allemaal wijzigingen daartoe maken. En eigenlijk de hele gedachtegoed van Microsoft, we hebben het al een paar keer gezet, is power to the people. Mensen moeten zelf de dingen kunnen instellen, moeten zelf wijzigingen kunnen maken, moeten zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor zo'n totale omgeving. Het is allemaal self-service gebaseerd. Wil je dat nou niet, en heb je gewoon redenen om gebruikers niet dit soort sites aan te kunnen laten maken, wildgroei is een veel gehoord argument dat ik daarop hoor,
dan kan je dit soort dingen ook allemaal dichtzetten. Hè? Klopt, inderdaad. Je hebt, eigenlijk ben je full in control. Ja. Maar inderdaad, nogmaals, power to the people. Ja. In plaats van het aanmaken van een Office 365 group met een aangekoppelde modern Teams site, kan je natuurlijk ook nog gewoon, zoals altijd, standaard site aanmaken. En dan heb je dus echt een keuze van verschillende soorten templates die je eraan kan koppelen, zoals je dat nu al hebt. Ja, nog steeds blijft die mogelijkheid om zelf daarvoor Teams sites aan te maken. Sterker nog, er is ook op dit moment zijn we bezig, tenminste zijn we, is Microsoft bezig met een optie om bepaalde Teams sites, dus templates, al voor te bereiden voor jou, zodat je die eventueel ook kunt toevoegen in jouw tablet. Helder. Dus dat is ook wel eigenlijk een heel mooi add-on. Ja, absoluut. En waar werkt Microsoft dan nog meer aan dit jaar? Hier zie je een overzichtje. Nou, aan de ene zijde hebben we dus branding, customizations, across mobile en web gelijk trekken aan elkaar, zodat je dat, ja, daar een hele rijke ervaring krijgt. Of je nou op je iPad zit, of op je iPhone, of je Android phone, of je browser. Maakt allemaal niet zoveel uit. Maar in ieder geval de mogelijkheden die je daartoe hebt, dus je verder uitbreiden. Zoals je net zag, waren het aantal mogelijkheden enigszins beperkt. Je kon een logootje aanpassen. Nou ja, goed. Met andere kleine dingen, zoals een kleurtje. Maar dan, daar was het wel bij. En ze zijn dus nu eigenlijk allemaal uitbreidingen erop aan het maken, zodat je er veel meer in kan maken. Intelligentie wordt verder uitgebreid. Zoals je net al zag, werden nu alleen de site visits en document interactions weer gegeven. Er kwamen diepere statistieken, waarmee je veel meer inzage kan krijgen in alles rondom een bepaalde SharePoint-site. CRM-integratie, heb ik net al gezegd, wordt veel meer gestimuleerd. Nu al kan ik die twee aan elkaar koppelen. Ik heb zo meteen de mogelijkheid ook om automatisch bij het aanmaken van een SharePoint-site een daaraan gekoppelde Jammer Group te maken. Verder uitbreiding van ACM, waarmee ik automatisch policies en zo kan geven. Corporate news en de content flows die daaraan hangen. Verder uitbreiding op het gebied van Microsoft Flow en Power Apps. De admin experience wordt verder uitgebreid. Nu eigenlijk zie je dat het alleen maar mogelijk is om met PowerShell iets te doen. En al deze wijzigingen zullen, zodra ze goed genoeg zijn, stabiel genoeg zijn, naar on-premise SharePoint 2016 servers gebracht worden. Zo zullen ook on-premise omgevingen in feite al dit soort wijzigingen wel degelijk tot hun beschikking krijgen. Ja, dat zal weer een feature pack zijn die eraan komt. Ja. En nog even over eindgebruikers, want ik vind het toch wel een heel interessant aandachtspunt. Hoe zie je dat met eindgebruikers? Wat je vooral ziet is natuurlijk van een gebruiker die nieuw in SharePoint komt, die weet echt niet standaard waar dat die moet zijn. Er is gewoon echt een stukje adoptie nodig. Dit kan door middel van een adoptieconsultant die echt met jou mee gaat kijken hoe kunnen we nou een strategie bepalen om gebruikers mee te nemen. Dit kan ook eventueel door bijvoorbeeld filmpjes te maken, hoe een bepaalde functionaliteit binnen jouw omgeving werkt. Dat zijn allemaal belangrijke zaken en dat wordt vaak ondergeschoven als zijnde van, ja, maar dat weten ze toch wel. Of we gaan er wel vanuit dat ze dat wel weten. Ja. Maar zo werkt het gewoon niet. En dat heeft de historie eigenlijk al vaak geleerd. Ja. En in plaats van dat het dan een fijn systeem is, wordt het een gefrustreerd systeem. Kijk, wat ik wel merk met dit soort functies, is dat eigenlijk een hele hoop van dit soort functies enorm dicht bij de eindgebruiker komen te liggen. Zo'n plusknop die je bij een document library kan zien, die zien de meeste eindgebruikers. De eindgebruikers hebben angst om dat soort dingen aan te klikken, omdat ze niet precies weten wat het is en wat het kan en zo. Tenzij het hele nieuwe gebruikers zijn, mensen die nog niet lange ervaring hebben om met dit soort technologieën te werken of met SharePoint sites te werken. Die zie ik in ieder geval wel op dit soort opties klikken. Ja. Dus eigenlijk gaat het ook wel voor een klein deel over het meer educate of meer leren van werken aan de bestaande SharePoint. Klopt. Het is namelijk wat de bestaande SharePointers gebruikers, die weten eigenlijk al vrij veel. Alleen het zit net op een andere plek. Dus ze gaan ook op die knop drukken. Ja, en omdat je dus meer mogelijkheden hebt, ja, kunnen ze dus ook meer kapot maken of veranderen. Dus wat je eigenlijk zegt is een adoptieplan maken en binnen dat adoptieplan wat gemaakt is, met een adoptieconsultant, binnen je eigen organisatie of via ons of wat dan ook, kijken van oké, wat moeten we doen om naar onze gebruikerspopulatie daadwerkelijk alle nieuwe functies te verspreiden en ze
ervan op de hoogte te stellen wat voor soorten nieuwe functies er zijn. Absoluut. Dus je moet echt een informatief platform neer gaan zetten. Waarbij dat, die strategie gewoon heel erg belangrijk is. En daar helpt Fortel onder andere heel erg goed bij. Bij onze klanten. Om dat juist neer te zetten. Ja. Dus je kiest ervoor om het zelf te doen. Of je kiest ervoor om dat met een partner te doen. Absoluut. Helder. En voor de IT-organisatie? Ja, dat is ook nog wel het een en het ander te leren. Want een standaard IT-organisatie is eigenlijk God, zeg maar. Denkt dat alles vanuit IT gedreven wordt. Ja, en eigenlijk... Nee, sorry, ik bedoel specifiek op de Modern Teams. Oh, sorry. Dat had ik niet zo begrepen. Daar is ook natuurlijk een heel leermoment. Dus dat is, je zult daar ook moeten gaan kijken van wat is er nieuw? Wat komt er aan? Hoe ga ik daarmee om? Wat ik daarbij aanraad is om ook vooral onze webinars te volgen daarvoor. En gewoon af en toe eens een consultant in te huren die jou vertelt van wat is er nieuw en waar moeten wij op letten. En waar krijg je nou met name mee te maken? Nou, vooral ik denk met het aanmaken van nieuwe teamsites en groups. Dat is natuurlijk wat je zelf al aangaf van wildgroei. Ja, daar krijgen ze onder andere mee te maken als ze het niet op de juiste manier naar buiten brengen. Ik bedoel, als iedereen een groep kan aanmaken en ze weten niet wat ze aan het doen zijn, dan wordt dus zo'n groep aangemaakt en dan wordt test 1 aangemaakt. En zo gaat het door. In een grote organisatie kan dat snel oplopen. Ja, hoe hou je dat onder controle? Dus daar moet aandacht voor zijn om dat goed te begeleiden. Nou, maar governance, zeg je, is belangrijk om aandacht aan te besteden. En het upgraden en automatiseren van allerlei soorten handelingen rondom die teamsites. Hè? Precies. Supergoed. Mooi. Nou, volgens mij zijn we aan het einde gekomen. Het is rond 12 uur, dus lunchtijd. We hebben twee webinars nog in de planning staan. Eentje aanstaande dinsdag. Jij neemt niet deel, hè? Maar nee. Deel, Remy. Aanstaande dinsdag om 11 uur. Dat gaat alleen maar over Microsoft Teams en alle mogelijkheden die daarin zitten. En dan het volgende Office 365 Roadmap update, die doen we eigenlijk samen. Hè? Ja, klopt. Is op 12, dat is natuurlijk 10 januari. 10 januari aanstaande 2017 om 11 uur. In een nieuw jaar. Dankjewel voor het kijken. Wil je meer informatie hebben over Modern Teamsites? Heb je vragen? E-mail Paul of mijzelf eventjes. paul@wortel.nl, danny@wortel.nl. En dan kunnen wij je vragen beantwoorden en je eventueel helpen met mogelijke problemen die er zijn. Of aandachtspunten rondom of 365 Modern Teamsites of 365 Groups. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Top, dankjewel.